Het is echt super dat we vandaag als Stad Hassel 10.000 vierkante meter kunnen inzaaien met inheemse bloemen en planten. Dat is een enorme stap voorwaarts binnen de grote ring voor onze biodiversiteit. Als we hier binnen een paar weken gaan terugkomen, dan is dat ongetwijfeld, hangt ook een beetje van het weer af, enorm mooie oppervlakte vol met bloemen die niet alleen mooi zijn, maar die ook schuilmogelijkheden en voedsel bieden voor heel wat insecten en kleine zoogdiersoorten. Daarnet waren we aan begraafplaats Kruisveld in Rungst, waar alles nog moet beginnen. Maar hier achter mij is al een heel mooi bloemenveld ingezaaid aan de Corda Campus langs de Kempense Steenweg. Tientallen, honderden, duizenden bloemen zijn hier te vinden en vormen een ideale stapsteen voor heel veel insecten. Het zijn dit type van veldjes die via bermen, via niet gemaaide tuinen met elkaar verbonden moeten worden. En dat creëert een ideale wereld voor insecten en heel wat kleine zoogdieren in een stedelijke omgeving. Ik heb hier in mijn handen een insectenhotel en iedereen in Hasselt kan eigenlijk meedoen om het leven van insecten wat aantrekkelijker te maken. Dat kan door het aanleggen van een kleine of grote bloemenweide en dat kan helpen door het ophangen van een insectenhotel. En als je nog geen insectenhotel hebt, dan kan je dat winnen. Wie een foto maakt van zijn bloemenweide of insectenvriendelijke tuin, die kan een mailtje sturen met foto naar groen@hasselt.be en wie weet win jij wel zo'n insectenhotel.